Die gaat van, je van een soort van uh, strakke geldstandaarden naar meer, naar meer ruimere geldstandaarden Totdat het op een gegeven moment uh, uit de klauwen loopt, omdat overheden er misbruik van maken. En dan ga je weer terug naar een wat, wat meer hardere standaard. En zo, zo ademt dat eigenlijk de hele tijd. En dan zeg je dus: oké, okay, we voeren dat strengere regime in voor risico. En ruil daarvoor schelden we een deel van die schulden kwijt. Of monetiseren we die eigenlijk via de digitale euro? Dat bevestigt alleen maar het standpunt van de, de libertariër. Die zegt: uh, je, nee, kunt, je, kunt, je kunt die overheid niet toevertrouwen. Want ze gaan die dekking steeds verder afbouwen. Ja. Tot die dekking ophoudt te bestaan. En dan is het gewoon klaar. Ja, maar dat is een argument. Zoveel geld heeft 99,9% van de tijd bestaan als overheidsschuld. En zie je wel, het werkt niet. Dat is een stukje wat misschien niet in het straatje past van de grondstoftheorie. Maar dat is geen reden om het niet op, op scholen niet te vermelden. En nee. nu zie je dat er best wel heel lichtzinnig wordt, verhaal wordt verteld over zout. Ja. Maar wat er werkelijk gebeurde in die periode daarvoor, ja. dat past niet in het straatje, wordt dan maar niet verteld. Dat het instorten van die beschaving, dat dat ook een groot moment was. Als je historici daarover leest, dan zeggen ze dat dat misschien nog wel een groter... Uh, had meer impact op de ontwikkeling van de cultuur en laten zeggen de westerse cultuur. Uh, uh, meer impact dan de val van het West-Romeinse Rijk. Hallo allemaal, ik ben Paul Buitenk, directeur bij Edelmetalbedrijf Holland Gold. En welkom bij onze wekelijkse podcast over geld en geopolitiek. Vind je het leuk wat we doen? Uh, abonneer dan op ons kanaal. Like de video ook. En laat even weten in de comments wat je vindt van wat we doen. Uh, vind je het leuk dat we verschillende gasten hebben van verschillende disciplines? Uh, zowel mainstream als alternatief? Of, of heb je liever meer focus op iets anders? Heb je suggesties voor interessante gasten? Laat het weten. Wij uh, willen elke dag beter worden. En we luisteren goed naar wat onze klanten en kijkers te zeggen hebben. Dus ik ben erg benieuwd naar jullie feedback. Dan het gesprek van vandaag. Ik ga vandaag met uh, iemand praten van de AVM, uh, Bas Dommerhot. Uh, welkom, Bas. Dankjewel. dankjewel. Uh, jij zit hier op persoonlijke titel, laat ik dat even heel helder dat zeggen. Ja. Um, ik ben erg benieuwd wat je bij de AVM doet, maar we gaan vandaag praten over uh, de origine, het ontstaan van geld. Uh, je bent uh, promovendus, je promoveert hierop. Uh, je schrijft ook artikelen, ook in internationale academische bladen, over het ontstaan van geld. En dat uh, wat jou betreft. Uh, Um, dat studenten met name daar uh, niet de juiste informatie over krijgen, dat er uh, wat dat betreft ruimte is voor verbetering. We moeten goed begrijpen natuurlijk hoe geld tot stand kwam, zodat we aan de hand daarvan ook uiteindelijk tot, uh, tot betere beslissingen komen in de toekomst. En op die manier zullen we misschien tot een beter uh, geldsysteem kunnen komen. Daar gaan we vandaag over praten. Um, misschien goed om eerst uh, van jou te horen wat je dan overdag bij de AVM doet. Denk leuk voor de kijkers om, om daar wat meer zicht op te hebben. Ja. Nee, klopt inderdaad. Ik werk uh, overdag bij de AFM. Um, en uh, daarnaast uh, heb, hou ik me uh, hobbymatig bezig. Uh, meer, inderdaad ook uh, in meer uh, academisch onderzoeksrichting uh, bezig met, uh, met het ontstaan van geld. Bij de AFM uh, ben ik uh, werkzaam bij uh, afdeling die toezicht houdt op beurzen. Uh, beurshandel. En daar uh, nou, doe ik eigenlijk verschillende dingen die een beetje op het snijvak zitten van het toezicht en beleid. Dus uh, wat zie je in de markt? Uh, hoe werken de regels? Hoe zouden de regels beter kunnen werken? Uh, en welke ruimte heb je als AVM? Uh, dat, soort, dat, soort, uh, dat soort thema's hou ik me overdag mee bezig. Geef je ook boetes aan, aan bedrijven die zich niet aan de wet houden? Um, nou, uiteindelijk uh, uh, denk ik dat wij ook zeker boetes zullen gaan geven. Maar um, de laatste tijd uh, uh, is dat niet nodig gebleken. Uh, okay. en, en crypto, daar is AVM natuurlijk ook uh, mee bezig. Is dat ook iets wat binnen jouw discipline valt? Of? Het valt niet binnen mijn discipline, maar het zit wel di dicht bij uh, de afdeling waar ik, uh, waar ik werk. Ja. Dus ik kijk daar af en toe een klein beetje mee, maar. Um ik zit er, ben daar er niet direct bij betrokken. Nee. Nou, ik ben benieuwd uh, om van jou straks te horen. wat voor uh, rol de AFM idealiter uh, zou, zou moeten of kunnen hebben. in een, in een ander of beter financieel systeem. Um, en dan zullen ongetwijfeld ook praten over, over Bitcoin, over crypto, CBDC, goud. Laten we alles uh, de revue passeren. Maar laten we beginnen bij het begin. en, en teruggaan uh, naar, naar de oermens, naar, naar de jager, de verzamelaar, de eerste boer. Hoe. Hoe is geld tot stand gekomen en, en wat voor conflicterende theorieën zijn er over? Um, ja, um, ja, ik denk dat, dat, dat het uh, belangrijk is om daar inderdaad even kort dat, dat contrast te schetsen tussen de twee, uh, het, in mijn ogen, toch twee hoofdlijn uh, theorieën daar. Uh, namelijk enerzijds het idee van uh, commodity geld of grondstofgeld, Het idee dat geld uh, uiteindelijk een. Uh, ja, een oppotmiddel is. Het is de commodity die zelf heeft waarde. De grondstof heeft een bepaalde waarde en daarmee vormt het een bepaald ja, natuurlijk spaarmiddel. Um, en van daaruit komt natuurlijk het verhaal van uh, goudhandel, um, allerlei tussenvormen um, en uh, dat is zeg maar één. En die werden op een gegeven moment uh, bij de bank uh, gestald in de kluis dat leidde tot giraal geld. Um, nou ja, dat is eigenlijk het, 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 het dominante thema op de scholen. Eigenlijk, al, eigenlijk alle scholen leren we op die manier uh, hoe geld is ontstaan. Middelbare school en ook universiteit. Ja, en op de universiteit merk je, er wordt, wordt wel, uh, laten we zo zeggen, een tipje van de sluier opgelicht van de alternatieve theorie. Maar um, daar blijft, ook daar blijft uh, die, die grondstoftheorie toch wel, toch wel dominant. Um, en met die grondstoftheorie, dus ook het, uh, het idee van geld als een natuurlijk spaarmiddel. Um, hè, en, en, en die nadruk op spaarmiddel. Uh, 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 ja, Leid is ook al heel lang, uh, wordt al heel lang bekritiseerd hè? van nou, dat is dat eigenlijk wel goed. Uh, mensen gaan oppotten, is geld daarvoor bedoeld? Nou, dat gaat heel ver terug. Maar dat, dat is de grondstoftheorie. En de andere theorie is um, ja, de gartale theorie. En dat is een beetje een gek woord, want in uh, Nederland betekent, uh, Nederlands betekent gartaal vaak uh, fysiek. Um, Cash. Ja, Tant, ja. Maar um, ja, in het Engels of in, uh, is, 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 ziet het meer op het uh, idee dat het uh, een, uh, vanuit een overheidsmandaat is uitgegeven eigenlijk. Dat het een, um, een teken is, een formeel bewijs. Dat is eigenlijk wat het gartaal betekent, een formeel bewijs. Ja, staats, je zou eigenlijk de staatstheorie van geld kunnen noemen, of de ja, kredietheorie ja, van geld. Ja, ertussenin, ja. inderdaad zou ik het zeggen, allebei vallen daaronder. Ja. Um, en um, die, die theorie is um, recentelijk door, of recentelijk, laten we zeggen, de afgelopen 20, uh, 30 jaar, um, best, wel, best wel door de feiten en, de, en, en nieuwe ontdekkingen eigenlijk uh, steeds meer, we zeggen, de, de meer logische theorie geworden. Um, waar, we tegen, waar we vroeger dat de, die theorie nog uh, nou ja, op, op veel, veel open eindjes had, zijn die tegenwoordig eigenlijk allemaal wel redelijk. Uh, redelijk uh, Redelijk bij elkaar gebracht. En uh, ik denk dat ik met mijn onderzoek, uh, want ik heb me dus daarin verdiept en ook gekeken naar welke open eindjes zijn er nog uh, in die theorie En daar, uh, ja, daar, daar toch nog wel wat nieuwe, laten we zeggen, nou, missing links is een groot woord, maar uh, een aantal, aantal uh, feiten op een bepaald manier niet bij elkaar gebracht. Dat denk ik logischer, dat, dat, dat leidt tot een wat scherper beeld van de. Dat zeggen de echt de, de geschiedenis van, uh, van geld in de binnen, binnen de gartale theorie. Ja, we zullen sowieso in de beschrijving ook een link uh, zetten naar je artikel. Dat heet uh, Revisiting the Origins of Money from, from uh, 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 Labor or to, uh, to Precious Metals. Ja, of, ja in ieder geval uh, dat, dat uh, kunnen mensen dan uh, lezen. Um, ik kom zelf natuurlijk vanuit meer vanuit die grondstoftheorie. Hè. Ik zit hier natuurlijk in, in de goudhandel, maar ik heb ook heel veel interesse gehad, in het verleden, ook in, in bitcoin en een aantal. Um, Mensen die jij noemt, uh, schrijvers, economen die eigenlijk aan, aan de basis staan van die, van die uh, grondstoffentheorie. Ja. Uh, die heb ik ook gelezen en gevolgd. Uh, het begon eigenlijk met Aristoteles en, en, en later natuurlijk uh, Adam Smith, Carl uh, Menger. Uh, tot aan recent uh, Satoshi Nakamoto, Nick Sabo, Lynn Elden. Um, maar die andere theorie uh, interesseert me ook, omdat het belangrijk is dat je, dat je het totaal uh, begrijpt. Um, bepaal jij maar hoe je het beste kunt uitleggen, uh, waar wat jou betreft dan... Uh, die grondstoftheorie misgaat? Of wil je dat uh, misschien uitleggen aan de hand van, uh, van een aantal uh, antropologische voorbeelden? K kijk maar even hoe je het wil inkleden. Ja. Nou goed, ik denk dat, kijk, er zijn twee. Uh, het is belangrijk om onderscheid te maken tussen wat uh, de theorie betekent in het hier en nu. Ik denk dat zullen we er misschien later nog even bij stil kunnen staan. Hè. Wat maakt het uit uh, welke denkbeelden je hanteert uh, over geld? Uh, wat maakt het uit of er uh, uh, 3000 jaar geleden of 5000 jaar geleden iets gebeurd Wat maakt het uit voor het hier en nu? Uh, welk, welk van de twee uh, theorieën aanhangt. Ik denk dat dat, uh, dat dat is een interessante discussie. Daar kunnen we nog even op stilstaan. Maar ik denk op het moment dat je er puur vanuit een geschiedkundige bril naar kijkt en zegt van goh, welke feiten uh, passen nou het beste uh, uh, bij, bij welke theorie, dan zie je toch wel dat de feiten, laten we zeggen dat de grondstoftheorie het heel moeilijk heeft met de feiten en de andere theorie eigenlijk elke keer bevestigd wordt door de feiten. En um, ja, Er zijn verschillende voorbeelden uh, voor. Uh, klassiek oud, oud voorbeeld is natuurlijk al dat uh, wij zagen dat bij de eerste munten, um, de dekking nooit 100% was. Dus je had een munt, daar zat, uh, die was tien waard en daar zat voor vijf aan edelmetaal in. Dat was structureel zo. Uh, dus het was geen grondstofhandel waar die eerste munten uit voortkwamen. Um, maar ook de, ook de uh, bijvoorbeeld uh, de, 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 de vermeende voorlopers die vaak worden genoemd, hè, zoals zout of, of schelpen. Uh, bij zout bijvoorbeeld, uh, het staat standaard in de schoolboeken. En dan zou je denken, nou dan is er een bepaalde basis voor. Maar als je dan wat verdiept in die, in die basis, die is er dus gewoon niet. Ja, want dat heb ik ook heel vaak geleerd en gelezen. Salary, uh, salaris, ja. komt van sal. Uh, dus dat was een manier uh, van, van betalen in, in de Romeinse tijd. Maar en jij zegt in jouw artikel... Ja, als dat werkelijk zou kloppen, zouden soldaten dagelijks uh, vele kilo's uh, zout uitbetaald uh, moeten krijgen. Wat kilo, gewoon ja, praktisch, uh, praktisch onwerkbaar is. Ja. Um, dus dat kan ik me zo voorstellen dat dat, dat, dat dan misschien uh, uit, uit zijn verband gerukt is, uh, geraakt. Maar bijvoorbeeld munten. Uh, ik denk dat iedereen het wel eens is dat Lydia in, in wat nu Turkije is, om 8-600 jaar voor Christus, dat dat de eerste beschaving was waar gestandardiseerde munten werden geslagen. Ja. Uh, um, volgens mij in eerste instantie zelfs een, 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 uh, een legering uh, van, uh, van goud en zilver. Uh, electrum. electrum ja. Ja. Maar um, wat, kun je daar mee, iets meer over vertellen? Wat, wat gebeurde er toen in Lydia? En, en, uh, en waarom was dat inderdaad niet vanuit de markt tot stand gekomen volgens jou? Je gaf al aan, die munten die hadden een bepaalde waarde, die hoger lag dan de metaalwaarde. Dus daar moest een ja. decreet of een, of, een, of een overheid aan te pas komen. Maar kun je daar iets meer over zeggen hoe dat ging? Ja, nee, ik denk het punt is wat ik daar probeerde te maken is dus dat als jij in, uh, in de metaalhandel zou zitten, dan zou je nooit munten uh, accepteren, hè? want daar krijg je maar de helft, uh, de helft van de waarde, en uh, vaak nog minder hè? aan edelmetaal eigenlijk uitgekeerd. Op het moment dat je dus tien, iets, een, een munt van tien hebt, daar zit er maar voor twee edelmetaal in. Dus dan ben je gewoon, doe je een slechte deal als je om edelmetaal koopt. Kun je beter voor tien gewoon tien zilver of edelmetaal kopen in plaats van dat je met twee zit. Um, dus dat is een belangrijk verschil. Wat zeg maar moeilijk is voor grondstoftheorie. Het idee dat het uit de handel kwam. Dat het edelmetaalhandel was waar de munt een standaard in werd. Um, maar ik, ik, vanuit de theorie, wat, toen ik, verder ben in, in geduik, kwam ik er verder binnen in tegenaan, liep ik er bijvoorbeeld tegenaan dat um, een stukje van de geschiedenis, waar we eigenlijk relatief weinig over weten, is namelijk het gedeelte wat voor de... Antieke oudheid gebeurde, dus de bronstijd. Um, eigenlijk waar administratie begon, uh, waar we weten dat 5000 jaar geleden ook al allerlei kredietadministraties waren, allerlei wetten die onderpand regelden. Dus dat fi financiële systeem bestond eigenlijk al veel langer, dat bestond al duizenden jaar voordat dat eerste muntgeld ja, er kwam. Want jij in Babylonië en dat, dat soort uh, ja. tijden. Dus, ja. hoeft dus, dus, dus de, die, die klei tabletten zijn natuurlijk al heel erg bekend, de Babylonische tijd. Dat refer, refereerde ook daarnaar. Wat, is, is dat dan een, een eerste vorm van kredietgeld wat door de overheid werd uitgegeven? Ja, ja nou, misschien nog even goed om stil te staan bij dat, dat moment van die munt. Want ik denk dat dat ook interessant is. Namelijk dat, um, waarom ging men dan op een gegeven moment, uh, want stel dat het krediet was. Hè, waarom ging men dan op een gegeven moment dat edelmiddel dan toch toevoegen? Hè? Waarom maak je dan niet? Je kunt ja. ook van papier, dat is veel goedkoper toch, een muntje te maken of van karton. Uh, waarom waarom dat, dat edelmetaal? En ik denk dat het edelmetaal op dat moment wel een, uh, vanuit zijn rol als spaarmiddel. Want ik denk dat is wel echt duidelijk een spaarmiddel. Uh, daar fungeerde als een onderpand, dus als een dekking. Dus stel jij bent, eh, met dat voorbeeld van dat muntje van 10 en 2. Uh, ben, je, ben je, hier is een briefje dat ik jou 10 verschuldigd ben. En ik doe er voor 2 aan edelmetaal bij, zodat je weet, nou, mijn verlies zal nooit meer zijn dan 8. Dus dat had een bepaalde onderpandfunctie. En. Uh, Waarom, nee. waarom werd die onderpandfunctie juist toen geïntroduceerd? Dat had te maken met een... Uh, ook, ook een ja, relatief onbekend fenomeen... maar wat 400 jaar, drie, 400 jaar... voordat de eerste muntjes... Uh, uh, die uh, gevonden hebben ontstonden... Uh, die uh, uh, beschavingen uh, in die periode daarvoor... die uh, stortten rond 1200 voor Christus... stortten dat in elkaar. En... Uh, dat is eigenlijk een heel lang, diep verhaal. Wat ook dus helemaal diep in de bronstijd uh, teruggaat. Wat, waar, we, waar we eigenlijk pas recent steeds beter begrijpen wat er gebeurde. Maar een van de dingen die daar ook uh, gebeurde. was dat we vanaf dat moment zeiden: Ja, rente vinden we toch wel problematisch. Nou, we, maar hè, dat, dat, dat kwam in de religies, uh, het verbod op, uh, op rente. En ook dat is natuurlijk uh, uh, bijzonder. Want uh, op het moment dat jij geen rente meer krijgt op je krediet heb je wat anders nodig ter compensatie. Dus ik kan me ook in die zin dus voorstellen dat dat de reden was... waarom op een gegeven moment edelmetaal werd toegevoegd. Omdat ze ja, maar wacht even... rente is maar problematisch, maar een stukje edelmetaal... heb ik op een andere manier compensatie voor risico. Um, en... en Inderdaad, maar kwam... kan eigenlijk. Er zou je het is misschien uh, puur semantiek, maar je zou dan kunnen zeggen dat de, de, de markt of, of de, de samenlevingen als geheel, of, of ook gedeeltelijk uh, er dan achter komen of besluiten door een langdurig proces dat uiteindelijk iets als elementaal. Een, een bepaalde uh, dekking kan geven. Uh, dus, dus uiteindelijk dan, ja. worden die metalen gekozen op basis van de eigenschappen van die metalen. Dus dat is natuurlijk ook een, een, een marktproces in die zin. Uh, dus, ja. dus misschien is, is, is het uiteindelijk ook wel een hoop semantiek. En, en zijn verschillende theorieën nog wat dichter bij elkaar dan, uh, dan je zou verwachten. Denk ik ook, inderdaad. Ja, kijk, ik denk dus dat edelmetaal, op zich als spaarmiddel. en inderdaad al die eigenschappen die het heeft om uh, als waardeopslag goed te ja. vergeren. Die, uh, die, die, die zijn ook de reden waarom het de, in mijn ogen... een heel populair middel is om uh, te, uh, als terdekking. Uh, dus het uh, is uh, niet voor niets altijd terdekking... van het geldstelsel geweest. Ja. En op een gegeven moment is dat denk ik dus verward... dat men dacht, ging men dekking en krediet verwarren? Ja, Krijgen we de goudstandaard? Nou ja, dat, dat heeft het uiteindelijk uh, niet overleefd. Uh, dat, dat bleek uiteindelijk toch op, om verschillende redenen... niet goed te werken. Um, dus ik denk dat... Um, dat het zeker zo is dat, uh, dat, dat edelmetaal als dekking een belangrijke rol heeft en als spaarmiddel ook. een uh, begrijpelijk is dat, dat die verwarring is ontstaan, zou ik zeggen. Maar dat heeft dus te maken inderdaad, met die periode daarvoor. Dat we eigenlijk niet scherp hebben. de meeste mensen weten ook niet dat, dat, uh, dat, 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 uh, dat die kredietadministraties. die van de bronstijd. die allerlei rentes in rekening brachten, die uh, onderpandregelingen kenden. Um, ook allerlei excessen die daarmee samenhingen, maar uh, van, van uh, woekerrentes van, van, van 30% op de voedselvoorschotten, uh, dat, dat, dat die, uh, hey, dat het instorten van die beschaving, dat dat ook een groot moment was. Als je uh, historici daarover leest, dan zeggen ze dat was misschien nog wel een groter, uh, had meer impact op de ontwikkeling van de cultuur, en, de, en laten we zeggen, de, de westerse cultuur, uh, uh, meer impact dan de val van het West-Romeinse Rijk. Dus, ja. En dat nou ja, wat ik zeg, de meeste mensen weten niet eens dat het gebeurd is. Nee. Want in die, in die bronstijd, die beschavingen, die uh, zetten op een gegeven moment registraties op: uh, van, van uh, verschillende grondstoffen, administratie. Wie, wie heeft wat, wie, um, wie heeft een schuld, wie heeft een vordering. En dat in die Babylonische tijd was de, de rekeneenheid vaak uh, granen of, of, of maaltijden. Um, maar mogelijk ook als, als tweede rekeneenheid wordt, wordt daar zilver genoemd. Maar daar heb je ook een, een andere kijk op. Nou, ik denk dat dat um, wel inderdaad zo genoemd werd. Ik denk alleen niet dat dat ging om edelmetaal. Ik denk dat dat uh, als je kijkt naar wat we weten van zeg maar de allereerste uh, uh, maatschappijen die administraties ontwikkelden, daar was vaak al een leenstelsel in gebruik. Dus een leenstelsel waarbij grond. Of mooie posten zoals een handelspost of een weverij, weverij weet je wel? gewoon de productiemiddelen van de maatschappij. Die werden via een leenstelsel eigenlijk geprivatiseerd. He, ze kregen uh, een, 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 een lening van de grond, van dat bedrijf, van die post. En daar betaalden ze een rente over. Uh, en dat waren inderdaad. Uh, uiteindelijk wat men later zilverleningen is gaan noemen. Maar dat. Uh, dat, dat ik denk dat dat uiteindelijk dus meer ging over um, grond en over uh, echt kapitaal, zeg maar. Um, dan over zilver op, op dat moment. Dus zilver was op dat moment ook extreem schaars. Hè? Het was niet liquide, alsof dat een soort. Nou ja, dagelijks van... van, van uh, het was heilig. Uh, het, ja. het, alsof dat, dat wisselde niet dagelijks van hand uh, in, 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 een, in een geldelijk functie. Maar ze moesten wel tot een rekeneenheid komen. En die rekeneenheid is niet, niet uh, ja. zomaar bedacht. Dus er is dan gekozen uh, voor, voor graan en voor zilver. Um, op basis van uh, wat ze wisten over die verschillende ja. grondstoffen. Dus ja. Uiteindelijk is het wel een, een proces van, van ontdekking. Waar de, waar de Oostenrijkers het vaak over hebben. Hè? Later zeker hoor. Markt, marktwerking is een proces van ontdekking. Dus toen die markten er waren, zeker. Hè? Dus dat, dat, uh, en ook uh, de waarde van dekking, dat soort dingen, ook allemaal helemaal, helemaal eens. Maar in die vroege periode, toen graan inderdaad als norm fungeerde en zilver daarnaast kwam, um, denk ik dat op dat moment zilver uh, uh, werd uitgedrukt in termen van graan. Zilver was de prijs van een, uh, van een, van een stuk grond. En die werd uitgedrukt in termen van, uh, van graan. Um, wat, het, uh, wat het markeerde, wat het verschil markeerde, zeg maar, waarom was het dan niet gewoon een graanlening? Is, dat had te maken met ook een stukje waar we relatief weinig van weten, maar de laatste tijd steeds meer over ontdekken. is Namelijk dat er in die periode een uh, praktijk was, wat heet, dat heette een schuldenkwijtschelding. Ja, de jubilee. Een jubilee, inderdaad. Ja, dus ook weer hè, vanuit natuurlijk uh, Bijbelse context weer uh, bekend. Uh, net zoals dat renteverbod. Maar dat uh, uh, jubileum was alleen van toepassing op graanschulden. Op constructieve schulden. Ja, op het moment dat is jij... logisch. Want als je een tegenvallende oogst hebt, oogst hebt dan, dan kun je onmogelijk die, die schuld terugbetalen. betalen. Dus in die zin is de hoeveelheid graan beschikbaar natuurlijk ook veel te volatiel om als, 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 als goede rekenenheid te vergeren. En, en, en daar komt dan weer de stabiliteit van iets als edelmetaal in terug, wat je met graan niet kan bereiken. Dus logisch dat ze daar dan daarnaast ook nog iets als, als zilver hadden als standaard. Ja, nou ja goed, het is dus als je kijkt naar de, uh, hè, ik snap je redenatie um, en zeker later is er uh, natuurlijk met, met dekking is, is edelmetaal bijgekomen. Maar als je kijkt naar wat er toen in omloop was, wat er met zilver gebeurde, dat waren daar waren, geen, uh, waren geen muntjes, geen, geen, geen er waren kettingen en ringen, uh, maar geen muntjes die, 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 die van, van hand wisselden als een soort fysieke uitwisseling. En, ja, die technologie en, kwam pas later natuurlijk. Ja, want uiteindelijk is geld ook een technologie. En je ziet dus dat er verschillende uh, uh, vormen zijn gebruikt, die iedere keer weer verder werden verfijnd. En uiteindelijk kwamen dan goud en zilver boven drijven. Uh, en, en, en mogelijk zal dat later weer worden opgevolgd door iets anders. Uh, misschien kun je kijken in, 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 de, in de cryptosfeer. Maar geld is uiteindelijk door de duizenden jaren heen uh, natuurlijk wel een bepaalde technologie geweest. Die misschien dan soms extra credibiliteit kreeg via, via de overheid, via het gezag. Um, maar ja die holden dat dan ook vaak weer zo uit. Dat, het is eigenlijk een soort van cyclus. Je gaat van, je van een soort van uh, strakke geldstandaarden naar meer, naar meer ruimere geldstandaarden. Totdat het op een gegeven moment uh, uit de klauwen loopt, omdat overheden er misbruik van maken. En dan ga je weer terug naar een wat, wat meer hardere standaard. En zo, zo ademt dat eigenlijk de hele tijd. En ik denk dat we nu in een tijdsgevricht zitten, waarbij mensen weer wat meer vertrouwen verliezen in, in de overheidsstandaarden en, ze, en weer meer een, toe, een, een, een toevlucht zoeken naar. Uh, metaal, bijvoorbeeld, dat zie je natuurlijk internationaal, waarbij centrale banken goud opkopen en afscheid nemen van dollars of euro's. Dus in ja. die zin is, als je terugkijkt naar de geschiedenis, is dat dan eigenlijk een, een terugkerend fenomeen. Van, we hebben weer een tijden van, tijde van, van, van vrede en, uh, en vertrouwen. Is, uh, kan overheidsgeld wellicht floreren tijdelijk, totdat ja. op een gegeven moment die overheden dat vertrouwen misbruiken. En dan, dan vindt er weer een, een switch plaats richting hardgeld. David Graeber, die ik ook wel. Die heeft hem ook wel heel veel uh, inzichten gegeven met zijn boek, uh, Death, the First 5000 Years. Die benadrukt ook in zijn boek dat inderdaad, als er sprake is van wantrouwen, en oorlog, dat dan vaak mensen een toevlucht zoeken naar, naar de edelmetalen bijvoorbeeld. Ja. En, en het lijkt erop alsof we nu weer een beetje in zo'n zo periode zitten. Eigenlijk is edelmetalen natuurlijk altijd een, een, een dekkingsmiddel geweest. En, uh, en, en, en om goede redenen denk ik uh, al, al, altijd, het is iets wat, uh, wat, wat, wat uh, niet verroest, zeg maar. het is goed uh, op te slaan, het is hoogwaardig. Dus, en om allerlei redenen is, is edelmetaal natuurlijk op het moment dat uh, er onzekerheid is, er onrust is, geopolitieke onrust, dan is, doet edelmetaal het goed. Dus uh, dat, 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 dat is zeker waar. Alleen denk ik dus dat het, uh, het altijd dus een dekking is geweest. Een dekking voor het geld en nooit het geld zelf. Ja, dan moeten we ook nog praten over de schelpen. Want in jouw uh, analyse um, uh, waren zelfs schelpen ook sterk gereguleerd door de autoriteiten. Als ik dan uh, met name Nick Sabo Shelling Out lees, wat ik uh, lang geleden uitvoerig gelezen heb, en nu ook uh, Broken Money van Lynn Elden. dan lijkt het toch voldoende antropologisch en archeologisch bewijs te zijn. dat uh, schelpen daadwerkelijk, met name in Amerika, zoals Wampum... ook echt gebruikt uh, werden als geld. Als met name. Tussen stammen. Kijk, in, binnen een stam onderling was er vaak. Sprake van uh, een, 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 een reputatie- en een, een schuldsysteem. En ik denk dat daar de oude economische uh, of de oude Oostenrijkse economen zaten daar waarschijnlijk naast. Die dachten ja, op een gegeven moment had, had, had de slager te veel vlees en de, en de bakker te veel brood. Uh, konden ze niet reëel handel doen, dus, dus werd geld geïnteresseerd. Maar ik denk in die oude gemeenschappen, met name als je elkaar kent, uh, dus zeg maar enkele tientallen mensen in, in een gemeenschap. Ja, die hoefden geen geld te gebruiken, want die nee. konden gewoon op basis van: oké, okay, jij, uh, jij gaat vissen. en als als je, als, je, als je vis over hebt, geef het maar gewoon. Want later uh, kun je alsnog uh, je brood krijgen. Dat hoeft niet per se direct dan op hetzelfde moment plaats te vinden, die handel. Dus uh, binnen die gemeenschappen kan ik me goed voorstellen. Zoals David Greber ook zegt, dat het allemaal op basis van reputatie, krediet uh, en, en, en gewoon uh, ja, liefde voor elkaar gaat. Maar op het moment dat, je, dat je in contact komt met een andere stam, uh, dan, dan heb je niet dat vertrouwen onderling. Dan heb je iets nodig, een token, een, een goed uh, wat je kunt gebruiken in de handen onderling. En dan komt vaak het goed bovendrijven wat daar het meest voor geschikt is. Dus dan moet het uh, schaars zijn, houdbaar, deelbaar, nou, noem maar op. En zo zijn er talloze... Goederen geprobeerd en kwamen uiteindelijk dan op basis van technologische verfijning goud en zilver ja, bovenop. Dat is theorie rekenen. inderdaad, dat ja. had Aristoteles ook uh, Maar Hoe verklaar je dan uh, inderdaad dat, dat die. Kijk, Aristoteles had het erover, maar die zei ook andere dingen natuurlijk, ja, dus die, die was een beetje mixed. Uh, die was soms uh, meer Plato, soms meer uh, zichzelf, maar uiteindelijk. Tussen, tussen die stammen onderling moesten er wel handen worden gedreven. En daar konden dus ze... Ik kan niet mijn eigen interne grootboek van mijn stam gebruiken. Om dat, uh, om dat uh, te gebruiken om volgens iets van een andere stam uh, te verkrijgen. Hoe, hoe, hoe werkte dat dan? Hoe werkte dat toen in, uh, volgens jou? Ja, ik denk dat uh, in de, de buitenlandse uh, relaties, laat ik het zo zeggen. Daar ontstond denk ik inderdaad uh, de, als eerste de, de handel zoals we dat... De markt uh, en de handel zoals we die kennen nu. Um, he, in de, de interne huishouding was inderdaad meer administratief bureaucratisch zeg maar, um, maar de, in, in de in, in internationale relaties soms handel. Maar de, in die internationale relaties ging het um, op dat moment meer om in eerste instantie meer om zeg maar uh, die relatie. Namelijk, we komen elkaar tegen. En god, dit is stuk, jouw stukje grond is mij. Ja, we, gaan niet, uh, we komen niet in ons territorium, want dan krijgen we ruzie, et cetera. En, maar en ik heb heel veel respect voor jou. Kijk eens hier wat een hele mooie, mooie kraal, ik noem maar wat. Hè? En dat was, dan, uh, dat, was, dat was eigenlijk hoe de eerste uitwisseling ging, denk ik. Hè? dat ging dus in die sferen. En op een gegeven moment werd dat steeds laten we zeggen, professioneler. En was het zo van ja, hij wil dat heel erg graag hebben, toch? Ja, oh Ja, wij willen dat heel graag hebben. Nou, laten we dat op gang brengen. Uh, en zo, zo ontstond, die, ontstond die handel. Maar ik denk dus dat geld uh, uh, niet in die sfeer is ontstaan. We hebben ook nu nog steeds geen internationale munt. Um, goud komt daar dichtbij. Dat is jij onmiddellijk snap ik. Ja, natuurlijk. Maar de geldfunctie ontstond eerder in die bureaucratische hoek... dan in die markthoek. Ja, nou, ik, ik, ik denk uiteindelijk dat het... Uh... Ik denk als je de geschiedenis uh, zou kunnen herbeleven, dat je instanties van beide ziet. Dus ik, ik, um, ik denk dat uh, dat we ook langzaam maar zeker tot dat gemeenschappelijke besef gaan komen. Toevallig dan in het boek van, van Lynn Alden uh, die ik binnenkort ook uh, ga interviewen, uh, komt zij zelf met een eigen theorie of een soort van een uh, synthese van beide theorieën. Zij noemt dat dan een een, een groot boek, uh, um, de grootboektheorie van geld. Dat uiteindelijk alles is een soort van grootboek. Dus uh, het, zelfs het goud. Uh, kon je uh, toen ook al zien als een, als een grootboek? Van je, je hebt dus uh, wat gouden munten. En je weet dat daar kan ik in de toekomst mee betalen. Het is eigenlijk een, een vordering op de rest van de samenleving. En uh, op basis van ervaring en overlevering weet je, oké, okay, goud is goed, want het is schaars en er is niet te veel van. Um, dus je, je kunt op die manier inschatten, oké, okay, dit, dit kan wel eens een, een, een interessante um, instrument zijn om, om te bewaren, om in te sparen, omdat ik weet dat ik daar in de toekomst weer mee kan betalen. Uh, maar al die munten samen is eigenlijk het, het totaal van wat er aan, aan onderlinge verhoudingen zijn of kunnen ontstaan. Dus het is eigenlijk goud, de, de hoeveelheid, de voorraad is dan het groot boek. Anders dan natuurlijk met, met, uh, met euro's of met bitcoin heb je niet echt zicht. Natuurlijk, als gebruik hoeveel er recht is. Maar ja, door, door de tijd heen kun je daar een, een beeld van krijgen. Uh, en op, op die manier kun je goud, schelpen, euro's. alles zien als een standaard van onderlinge verhoudingen. waar je op kunt bouwen naar de toekomst toe. En als dat, als dat functioneert, dan functioneert het als geld. Ja, nee, dat is denk ik een heel, een heel belangrijk uh, element. Ja, ik denk alleen dus dat, uh, um, hè, um, even, even los nog van inderdaad, waar je dan uiteindelijk op uitkomt als, uh, laten we zeggen, harmonieus geldbeeld, waar je dus minder die continue uh, uh, strijd hebt tussen gartaal en, uh, en, en commodity theory, Denk ik dat, even los daarvan dus, dat als je kijkt dus naar de feiten, dan is dat grootboek, zo begon het. En dat is ergens in de loop van de tijd zijn we dat een beetje kwijtgeraakt. En, maar dat is uiteindelijk wel de, het fundament van het geldstelsel. En dat komt nu langzamerhand weer een beetje terug. Ja, ik ben het wel met een je eens dat zoals het eerste geld was gewoon schuld. He, die kleine, die kleine uh, gemeenschappen die hadden helemaal geen behoefte of noodzaak aan een, aan een, aan een uh, grondstof ja. om mee te ruilen. Want die hadden onderling die banden. En, en, toen, en zelfs toen dat groter werd, bijvoorbeeld in Babylonische tijd, kon dat ook nog steeds functioneren. Maar op het moment dat je dus wel in, in interactie krijgt met, uh, met andere partijen. Of, het wordt, of de samenleving wordt te groot of te complex. Ja, dan, 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 dan ben je op zoek naar iets wat langer werkt en beter werkt. Maar in die Babylonische tijd werd dat dus, die schuld werd dus vastgelegd. Dat is wat er gebeurde. Dus precies wat jij net zegt. In die Babylonische tijd werd het dus wat groter. Hè? De samenlevingen werden steeds groter. Die steden, die, ja, ik, ik geloof dat het tienduizenden mensen uh, was. Dat ja. al in de vijfde eeuw voor Christus. Of sorry, vijfde millennium voor ja, Christus. Ja. Um, en um, daar zijn dus gigantische hoeveelheden uh, kleitabletten gevonden. Die niks anders deden dan schuld registreren. Die, die eerste administratie. En uiteindelijk ook zelfs het schrift hè, komt daaruit voort. Dat is allemaal die, uh, de registratie van die, uh, van die kredieten. En dat was dus in eerste instantie een krediet uh, aan de centrale overheid. Dat is ook wel grappig, want dat is dus ergens omgedraaid. Uh, waar het voorheen dus inderdaad, uh, waarschijnlijk rond die tijd dat de munten geïntroduceerd werden, denk ik. Maar uh, voorheen was dus eigenlijk alle geld was, uh, een uh, schuld aan de, uh, aan de staat. Terwijl nu is het eigenlijk alle geld een schuld van de staat. Ja. Nou ja, kijk, uh, ik, ik, ik denk dat we uiteindelijk, uh, als je het afpelt, wel redelijk op, op, uh, op één lijn komen te zitten. Want uiteindelijk gaat het straks om de toekomst, natuurlijk. Dan gaan we het over hebben. Maar ik wil nog twee uh, voorbeelden aanhalen. Uh, in gevangenissen zie je vaak dat op een gegeven moment sigaretten ontstaan als, uh, als geld. Dat is ook een marktgedreven proces. Een grondstof die op dat moment door iedereen vaak wordt gewaardeerd. Ja. Uh, hoe verklaar je dat? Ik denk dat dat samenhangt met een uh, begrip van geld wat er al is. Um, op het moment dat jij weet dat er uh, nou ja, laat zeggen dat er zoiets is als een ruilmiddel, gewend bent dat er zoiets is als een ruilmiddel, hè, gewend bent aan geld, ja, dan is het een kleine stap. Ja, maar zelfs dat je die, zelfs als je die gewend niet zou hebben, dan moet je toch constateren als bij klant dat er weinig vertrouwen is tussen die criminelen onderling. En dat je dus uh, dat het lastig is om, 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 om een groot boek uh, te starten op een klei tablet. En van oké, okay, uh, Johnny heeft, heeft recht op zoveel. Een ja, uiteindelijk ja, ik kom je dan toch dat... vrij snel op. Op dit soort uh, oplossingen uit. Nou kijk, ook bij sigaretten. Ik denk dat de import van sigaretten waarschijnlijk gecontroleerd werd uh, uh, door die mensen, uh, die uh, gevangenen. En dat ze vervolgens uh, uh, eigenlijk fungeerden als grootboek. Ja, maar ze kiezen voor die sigaretten. <laughs> en ze hadden ook uh, kunnen kiezen voor uh, uh, um, suiklontjes. Ja. 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 En het andere voorbeeld, dat wordt ook aangehouden in het boek van Lynn, uh, van is dat je van die computerspellen hebt. Um, je hebt natuurlijk heel veel voorbeelden van waarbij ook op een gegeven moment geld wordt gebruikt in zo'n uh, zo spel. En bij Diablo 2 um, werd, werd ook goud geïntroduceerd, maar werden wat eigenschappen aangegeven, waardoor het eigenlijk niet zo'n trek was om mee te betalen. Um, onder meer uh, uh, moest je er uh, in zoveel tijd uh, iets, iets van afdragen aan, uh, aan, aan de beheerder van het van spel of, of anderszins. Um, dus dus ging de markt eigenlijk op zoek naar iets wat beter zou werken. En, en uh, toen kwamen er andere items in dat spel uh, bovendrijven. die gingen fungeren als uh. store als, als value, als, als, als betaalmiddel en als unit of account. Um, dus, dus ook daar zie je weer, als je mensen vrijlaat. dan gaan mensen uiteindelijk toch op zoek naar iets wat waarde behoudt. wat je, wat je kunt gebruiken, wat door iedereen gewenst is. Het, het meest. Verkoopbaarde goed eigenlijk om in de, in de traditie van de Oostenrijkers uh, te, te praten. Dus er zijn best wel wat uh, empirische voorbeelden uh, bekend. Want vaak wordt de Oostenrijkers verweten dat ze geen empirische voorbeelden gebruiken. Maar eigenlijk zijn er talloze voorbeelden van, van schelpen tot sigaretten tot uh, uh, computerspelletjes. Waar, waar, waar de markt bepaalt wat uiteindelijk uh, wordt gebruikt. Ja, nou goed. Ik denk dat, uh, dat, dat op het moment dat er uh, uh, in, een, in een maatschappij die al geld kent. Die al gewend is met geld uh, om te gaan en die bijvoorbeeld um, ook zijn vertrouwen in uh, bepaalde geldvormen uh, beschadigd heeft uh, gezien, door uh, dat er te veel geld is uitgegeven, waardoor je inflatie, uh, hyperinflatie, uh, dan, 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 dan kan ik me voorstellen dat dan, uh, 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 dat, dat lijkt me evident, dat mensen dan zeggen, nou dan uh, kiezen wij, we, we kennen het systeem, we weten hoe het werkt, uh, uh, wat, 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 hè, wat de overheid kan, kunnen wij beter. Ja. Um, maar in essentie is het dan nog steeds een groep mensen die op een collectief niveau zegt: Nou, dit accepteren we als geld. Ja, als je op die manier het collectief uh, beschrijft, dan, uh, dan is de markt uh, collectivisme. Ja, dan wordt het misschien wel heel ja. filosofisch. Ja, ja. Uh, maar... maar laten we dan uh, nu uh, gaan naar. Uh, want dat is, dat is eigenlijk een belangrijk punt in jouw, in, in jouw pleidooi. Is van. Uh, het verleden, het is belangrijk dat je daar toch een soort van uh, gedeelde uh, waarheid over hebt. Uh, die, die je kunt met elkaar in de wetenschappen, namen uh, kunt, uh, kunt onderschrijven. Uh, als, 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 als wetenschap. Dat is natuurlijk altijd een beetje het vervelende aan de economische wetenschap. Dat je zoveel. Um, uh, natuurlijk heb je dat ook van de natuurwetenschappen, maar veel minder dan in de economische wetenschap. Dat mensen het oneens zijn over, over de, de, het verleden, over de theorieën, over concepten. En geld is eigenlijk het belangrijkste. Concept, de belangrijkste bouwsteen in de economische wetenschap. Het is best treurig dat, je dat daar dan nog steeds zoveel oneenigheid over is. Um maar het is wel belangrijk dat, dat we daar een, een gedeeld beeld bij hebben. Om uiteindelijk ook te komen tot bijvoorbeeld een beter geldsysteem. En, en nu zie je behoorlijk dat uh, met name de, de meer linkse partijen. Uh, zowel in de Verenigde Staten als, als in de rest van de wereld. Uh, meer voorstander zijn van, van, van de, de staatstheorie van geld. En, en meer de, de conservatieve, libertarische partijen uh, zeggen: nee, geld is gewoon een product van de markt. En zo zou het ook moeten zijn. Dus het is wat dat betreft ook een. Uh, um, Behalve de wetenschappelijke ook een behoorlijke politieke discussie. En het is Absoluut. eigenlijk met elkaar uh, vermengd geraakt. Um, komen we ja. er ooit uit, denk je? Want ik, ik, zal, ik ben zelf kritisch over de overheid. Dus ik zal altijd meer geneigd zijn die voorbeelden te zien in het verleden die mijn overtuiging um, bevestigen. dan iemand die meer socialistisch gedreven is. en juist uh, vertrouwt op de benevolentie van de overheid. En, 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 en de staat die geld uitgeeft. Ja, ja, dus. Ik denk dat dat is, dat is een lasttrekker. is. Op het moment dat je het over politiek hebt, wordt het al snel heel complex. Um, en dan heb je het over wat is links en wat is rechts. Um, wat is binnen. En naar binnen heb je ook nog allerlei verschillende stromingen. Ik denk niet dat, per se, uh, dat die één op één met gartaal en, uh, en, uh, en grondstoftheorie verbonden zijn. Niet, niet per se. Maar waar, ik ken weinig waar... libertariërs die. die, 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 die uh... Veel waarde zien in. En misschien zullen ze wel erkennen dat er vroeger dat, dat, dat het geprobeerd is. De staten die geld uitgeven. En misschien was het soms ook wel succesvol. Maar over het algemeen zal een Libertariër zeggen. Maar als we kijken naar de, naar de, naar de graveyard of, of fiat currency. is er behoefte aan, aan, aan de markt die het bepaalt. Ja, maar dan, dan vergeet men dus dat uh, uh, ook muntgeld eigenlijk een, een fiat currency altijd was. Ja, maar wel met dekking, wat je ja, dus zelf ook, je dekking, je ja, zelf ook die, al aangaf. Maar die dekking kon ook, uh, uh, hè, die kon ook helemaal wegvallen. En dat, dat, dat leidde ook tot allerlei, allerlei problemen. Hè. Dus die dekking was nooit 100%. Dus op het moment dat jij uh, munten aanhoudt, kon je nog altijd heel veel, heel, een heel groot deel van je geld kwijt zijn omdat de overheid, weet ik veel, te veel uitgeeft. Ja, maar dat bevestigt alleen maar het standpunt van de, van de libertariër. Die zegt, uh, je, nee, kunt, je, kunt, je kunt die overheid niet toevertrouwen. Want ze gaan die dekking steeds verder afbouwen ja, tot die dekking ophoudt te bestaan. En dan is het gewoon klaar. Ja, maar dat is een argument zoveel geld heeft. 99,9% van de tijd bestaan als overheidsschuld. En zie je wel, het werkt niet. Ja, maar dat, is, bedoel, dat zou natuurlijk een goede reden kunnen zijn om het. Uh, Dom, dat is het dan wel werk, maar goed, dat is. een... Nou ja, dat, dat, dat het bestaan heeft, inderdaad, en dat het iedere keer opnieuw wordt geprobeerd. Uh, dat kan natuurlijk ook een soort insanity zijn volgens de definitie van Einstein. Dat je het blijft proberen in <laughs> hopen dat het een keer goed gaat. Maar, maar het, misschien is het wel interessant om, om de technologie erbij te pakken. Want we hebben natuurlijk wel nu uh, de middelen en de mogelijkheden om. Uh, je constateert net zelf al dat het niet echt internationaal geld is. Uh, je, je hebt natuurlijk wel allerlei. Um, maar misschien nog even voor mij, voor mij als afsluiter op dat stukje geschiedenis. Want ik denk dat, dus voor mij, ik ja. denk dat het belangrijk is dat we um, uh, een stukje van de geschiedenis, uh, het ontstaan van geld, uh, wat er gebeurde in, uh, in de periode voor de antieke oudheid, met de administraties, de kredietadministraties, de jubeljaren, de, de, de woekenrentes, uh, uiteindelijk het verbod op rente. Weet je, dat is een stukje wat misschien niet in het straatje past van de grondstoftheorie, maar dat is geen reden om het niet op, op scholen niet te vermelden. En nee. nu zie je dat er best wel heel lichtzinnig wordt, verhaal wordt verteld over zout. Ja. Maar wat er werkelijk gebeurde in die periode daarvoor... Ja. dat past niet in het straatje, wordt dan maar niet verteld. Ja, dat, dat, daar heb ik een, daar, daar heb ik ja. een probleem mee. Nou, ik denk niet dat, dat het bewust wordt, uh, wordt weggehouden. Uh, want wat een hoop uh, Oostenrijkers uh, zullen zeggen... ja, maar er wordt, er wordt in, die, in die economieboekjes... Uh, maar gewoon vanuit te gaan dat je altijd een centrale bank nodig hebt. Terwijl natuurlijk talloze periodes zijn, free banking, uh, noem maar op. Dat je het ook zonder centrale bank een monetair systeem kunt runnen. Dus ik denk in het algemeen, onderstreep ik jouw pleidooi, dat we in richting de studenten al op middelbare schoolniveau gewoon eerlijk en transparant moeten aangeven wat de verschillende systemen waren in het verleden. Met, met alle voor- en nadelen. Um, dat, uh, Toch? Dat, 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 ik denk dat, 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 dat we daar, daar overeen eens kunnen zijn. Ja, nee, dat, dat, uh, hoe heet dat, dat, dat wetenschappelijke uh, tijdschrift waar ik dat artikel van mij is gepubliceerd, heet ook het International Journal of Pluralism in Economics Education. Nou. He, ja. Het is gewoon een, een, ja, het is belangrijk dat je beide kanten van het verhaal vertelt en niet, uh, ja. niet eenzijdig uit een idealistische, nee, ja. He, van ja, want het, het werk, overheidsgeld werkt niet, ook al is het 99% van het verleden overheidsgeld geweest, gaan we maar doen alsof het niet zo was, want nee. het werkt niet. Ja. Ik bedoelde, ja, dat, dat vind ik fout. Nou ja, en daarom, daarom ben jij ook welkom hier om, om jouw verhaal te vertellen, want ik kan natuurlijk ook alleen maar, uh, maar gesprekken voeren hier uh, van uh, KoopGoud, maar dat, uh, ik geloof echt dat, dat we met elkaar als samenleving op zoek moeten gaan naar, naar geld dat werkt. En ja, in deze business. Ja, logischerwijs zal, uh, en omdat ik, omdat ik denk dat de komende jaren Goud een belangrijke rol gaat spelen, als gevolg, wat Graeber ook zegt, als gevolg van die onrusten, uh, ga je uh, helaas denk ik, in die zin uh, zien dat mensen gaan terugvallen op iets wat, uh, wat zich bewezen heeft de afgelopen uh, millennia. Maar, maar ik, ik blijf ook vooral doorgaan met, uh, met mensen te spreken die er anders in staan. Ook omdat uiteindelijk de kijker zijn eigen afweging moet maken. En, en uh, als hij het complete plaatje ziet, dan, dan komt hij uiteindelijk tot betere, tot betere keuzes. Ja toch? Ja, dat denk ik ook ja. inderdaad. En dan naar de toekomst toe. Even de digitale euro erbij pakken. Want daar heb jij natuurlijk ook een mening over. Allereerst de euro als zodanig. We hebben het ook vaak over... vinden we de digitale euro wel of niet een interessant instrument? Ja, het hangt af van allerlei ontwerpkeuzes. Maar ik zelf ben van mening dat die euro aan zich... een gedrocht is, een Frankenstein monster... die met veel kunst en vliegwerk met name sinds Draghi begon met whatever it takes, in, in, in de lucht wordt gehouden. Maar gewoon puur kijken, jij bent, een, jij bent een academicus, als je puur kijkt naar de economische theorie, met name over optimale valutagebieden, had die euro in zijn huidige vorm nooit tot stand moeten komen. Toch? Als, als, als academicus, wat, hoe kijk je ernaar? Nou, ik denk dat, uh, laten we zeggen, een, 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 uh, dat daar wel wat, uh, wat ontwerpfouten uh, in, in zitten inderdaad. En druk je jezelf heel voorzichtig uit. Ik zie het aan je. <laughs> Ja, ik denk dat dat ook weer maak, te maken kan hebben met, uh, laat ik zo zeggen, op het moment dat je niet, niet helemaal goed begrijpt wat geld is en waar het vandaan komt en wat het fundament het uiteindelijk is van geld. En want vooral op het vlak van uh, de link met staatsschuld, daar is natuurlijk best wel wat misgegaan. Terwijl dat, hè, dat is nou precies nou hetgeen wat, uh, wat ontbreekt in de, in de uitleg op scholen, dat geld een vorm van staatsschuld is, van al, altijd geweest. En ja, op het moment dat je dan een euro instapt en eigenlijk dat niet helemaal scherp hebt, ja, dan, dan kunnen er ontwerpfoutjes uh, ontstaan. En ik denk dat dat, uh, dat is gebeurd. Maar ik denk niet dat het een. Uh, het is uiteindelijk natuurlijk ook een politiek project. Hè. Dat is, het, is, het gaat niet alleen over het optimaliseren van het geldstelsel. Het gaat ook over hier uh, breder Europa. Een uh, uh, bindend middel voor Europa. <kijkt> maar helaas is het inderdaad uiteindelijk niet zozeer een bindend middel gebleken, maar eerder een splijtswam. Omdat er dus bepaalde ontwerpfouten in, uh, in zitten, nog steeds. En die, die zullen gerepareerd moeten worden, denk ik. Ja, want uiteindelijk is het een. Uh, um... En, en, en uh, iemand die meer voorstander is van hard geld, uh, uh, kan zeggen dat de euro uh, veel te, te politiek en veel te flexibel en zacht is. Maar iemand die zich meer uh, tot jou verhoudt en voorstander is van, van echt staatsgeld, die kan zeggen: Ja, wacht even, de euro is juist ingericht als een veel te harde munt voor de deelnemers. Want de deelnemers hebben te weinig controle over, over de uitgifte van die munt. Uh, voor, een, voor een Griekenland uh, in het verleden, uh, met name. Uh, bood de euro juist veel te weinig flexibiliteit. Dus, dus je kunt het van twee kanten benaderen. Dus, uh, ik zou zeggen die euro is eigenlijk veel te flexibel gebleken. Maar iemand kan ook zeggen... ja, uh, uiteindelijk voor de deelnemende landen was die niet flexibel genoeg. Ja, het is natuurlijk sowieso lastig op het moment dat je uh, één... Uh, zeg, één uh, niet meer in staat bent om via de valuta uh, koersschommelingen... Uh, uh, Laat zeggen, te compenseren voor bijvoorbeeld uh, nou ja, verschillende uh, ontwikkeltempo's uh, in, in de economie. Dus dat laat zeggen, onderlinge balanceren is er, daardoor moeilijker geworden. Um, maar goed, ik denk niet dat dat on, persoonlijk niet dat dat onoverkomelijk on on is. Maar hè, ik zeg, Ik ben ook wat dat betreft geen, uh, geen specialist op dit stukje. Uh, uh, van, van de economie, maar ik denk, denk zelf niet dat dat onafkomelijk is. Ik denk, denk vooral dat een wat een wat een beetje een probleem is, is dat uh, we um, dus met de euro eigenlijk um, de staatsschuld van de verschillende lidstaten. Um, laat zeggen hebben, uh, dus de, de monetaire soevereiniteit daarvan is verdwenen. Dus um, Waar normaal gesproken, kijk naar Amerika, op het moment dat de dollar en de Amerikaanse staatsschuld, die zijn onlosmaakt met elkaar verbonden. Je zult niet een situatie hebben waarbij de dollar overeind blijft en de Amerikaanse overheid failliet gaat. Dat kan niet. Dat zal zich altijd vertalen in die koers. Maar op het moment dat je in, bijvoorbeeld in Nederland, of misschien meer actueler, of meer realistischer Griekenland of in Italië, op het moment dat zij... Een probleem hebben, ja, dan blijft, blijft die munt hard en daardoor hun schuld uh, um, ja. hard. En daardoor kunnen ze inderdaad failliet gaan. En ik denk dat dat be, beseft dat als je niet meer een eigen munt hebt, dat je dan als overheid failliet kan gaan, dat, dat zit niet, in de, dat zit niet in, de, in de euro verweven. Maar hoe zou je dat kunnen, je moet je zeggen, je kan die weefout herstellen, maar hoe kan je. Hoe kan je dit herstellen, dan wat jou betreft? Uit, nee, meer uitgeven, zijn. eurobonds en zo? Dat is wat, wat, wat de Bundesbank al, al heel lang op hamert. Die zegt: je zou, um, je zou de uh, risicoweging in, uh, in Basel, dus het gaat over kapitaalsijzen voor banken, daarin zou je uh, moeten stoppen met het behandelen van staatsschuld als risicoloos. Dus uh, nu is, uh, uh, staatsschuld, wordt staatsschuld gezien als risicoloos. Dus um, dat betekent dat um, er geen kapitaalfroef wordt aangehouden. Dat betekent ook dat er uh, geen onderscheid uh, wordt gemaakt, zeg maar, in termen van. Minder onderscheid wordt gemaakt in termen van rente. Terwijl op het moment dat je uh, zegt, nou, uh, wij accepteren dat staatsschuld een risico draagt. Daar zal, zal een bank uh, een, een kapitaaldekking voor moeten aanhouden. Met die kapitaaldekking hoeven we ook. Hopelijk uiteindelijk niet meer bang te zijn dat uh, als een bank omvalt, dat, uh, hè, dat, wat, want dan is er dekking. Ja. Uh, en maar dus nu land, is er dus nul dekking. Dus banken zouden feet moeten kunnen gaan in, in, in die nieuwe setting. En landen zouden ook fiet moeten kunnen gaan, net als staat in Amerika fiet kunnen gaan. Nou ja, een land zal nooit feet kunnen gaan, maar een land zal wel. Uh, nou ja, Of in ieder geval defaulten, dat, dat ze niet meer de schuld betalen. Luid, Precies. Dus ja. de facto feet. Ja, en dat is ook wat we in de praktijk hebben gezien. Alleen zie je dus dat in het in het kapitaalregime dat nog steeds niet is, uh, niet, niet, niet helemaal is doorgevoerd omdat er dus weerstand is, want op het moment dat je daar een kapitaalsheffing uh, introduceert op, staats, op het staatsschuld ja, van de ja, lidstaten. Ja, maar dan gaat de rente uh, door, door dak ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dus daar moet je iets tegenover stellen. Frankrijk heeft veel te veel macht in, in Europa om, om nee, dat dan te doen. maar moet je tegen, nou ja, De zuidelijke landen met de, alle, alle landen met denk ik, boven de 100% staatsschuld zullen dat nooit willen. Dus daar moet je iets tegenover stellen. En ik denk dat dat uh, met bijvoorbeeld met de digitale euro best kan. Maar als je, ja, daar gaan we het als over hebben. Maar als je, als je gewoon kijkt naar de ontwikkeling van staatsschulden en begrotingstekorten in de, in de eurozone van de afgelopen jaren, dan, dan, dan lijkt het toch een enorme, enorme verkeerde kant op te gaan en, en, en onhoudbaar te zijn. Hoe kan, hoe kan dat tij worden gekeerd? Hoe zou de digitale euro daar dan bij, bij, bij kunnen helpen? Nou, de digitale euro zou kunnen helpen om uh, dit als, als een soort compromis-politieke deal erdoor te krijgen. Hè? Want die zuidelijke landen zullen zeggen, ja, dat willen we niet. dat is in ons nadeel. He, dus die, die, die ontwerpfout repareren, die, he, die, ontwerpfout, die is voor hen gunstig op dit moment, zeg maar. Ja. Althans op de korte termijn. Um, dus die zullen dat niet willen repareren. Um, en dan moet je iets tegenover stellen. En op het moment dat je uh, met de digitale euro een, uh, een uh, zeggen, Europese munt die gedekt wordt door de assets van de centrale bank gaat uitgeven, zou je ook uh, die. Uh, Zeg maar die geldhoeveelheid uh, permanent kunnen maken. Dus dat je zegt: uh, Ik geef een bepaalde hoeveelheid digitale euro's uit. En die zullen, weet ik veel, voor 80% permanent zijn. En dan ben je eigenlijk een stuk staatsschuld aan het afschrijven. Een beetje alle jubeljaren en de kwijtschelding zoals we die vroeger hadden. En dan zeg je dus: Oké, okay, we voeren dat strengere regime in voor risico. En in ruil daarvoor schelden we een deel van die schulden kwijt. Of, of monetiseren we die eigenlijk via de digitale euro. Want die mag okay, toch geen het rente dus echt, betalen. Een, echt hè? Dat euro, is een uh... euro reset. Dus je geeft ja. eigenlijk, uh, eigenlijk laat je dus al die landen wel, wel wegkomen dan. Met, met jarenlang van. Uh, wij hebben heel erg calvinistisch, strak geleefd hier. Weinig schuld. En die landen laat je dan eigenlijk wegkomen met, met uh, um, slecht begrotingsbeleid voor decennia. Mm, nou, wegkomen. Ik denk juist dat je het probleem in de toekomst oplost. Voor de toekomst oplost. Dus. Ja, omdat, omdat die, dat staatspapier dan gewoon uh, uh, anders wordt gewaardeerd door de markt. Uh, omdat ja. banken daar uh, kapitaal voor moeten aanhouden. Maar goed, dan moet de centrale bank ook volledig stoppen met interveneren. Zo moet de centrale bank... Uh, dat is dan ook niet meer nodig inderdaad. Nee, dus, dus je moet dan per direct en voor altijd grondwettelijk opnemen dat QE uh, niet meer gaat gebeuren. Nou, QE kan wel, kan wel blijven gebeuren, of uh, de kwantitatieve verruiming. Alleen dat zal dan uh, inderdaad niet bedoeld moeten zijn om een specifieke uh, uh, staatsschuld overeind te houden. Ja. Op het moment dat jij zegt, ik ga kwantitatief ruimen om de inflatie wat, uh, hè, de, 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 de economische tijd wat aan te jagen, uh, dat de deflatierisico's de tegen te gaan, dat kan dan gewoon nog steeds. Maar ja, zit in, jij zit natuurlijk in een, in een soort van overheidsregulatory uh, bubbel, waarbij je nog steeds uh, heel veel vertrouwen hebt, denk ik, in, 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 in dit soort uh, um, Brusselse uh, oplossingen. Of, of... En ik zit juist meer in die andere bubbel... waardoor ik eigenlijk per definitie bijna... So a priori sceptisch ben over allerlei nieuwe uh, notenbandjes... die worden voorgesteld. Want uiteindelijk... Maar het denk, een ik, ik, maar, ik denk uiteindelijk cultureel ben je gewoon... veel te verschillend van elkaar... Uh, om, om gezamenlijk in zo'n munt te zitten. En, en linksom of rechtsom, vroeg of laat... gaat het uiteindelijk tot, tot, een, tot een uitbarsting komen. En hoe eerder je met dat project norkt... hoe eerder je erkent dat we überhaupt niet met elkaar... in die, in die, in die monetaire unie hadden moeten gaan... Hoe, hoe, hoe eerder je op een gegeven moment ook eruit stapt. En het zal pijnlijk zijn, maar, um, maar iedere keer weer een nieuwe um, uh, trucjes komen, feitelijk, want je maakt het alleen maar ingewikkelder. Uh, het is noodverband op noodverband. Het volk begrijpt het niet meer, voelt wel de consequenties, ja, hoge inflatie, um, problemen in het bankensysteem. Um, ik, 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 ik denk dat het gewoon tijd is om die pleister in één keer van af te trekken en uh, uiteraard wel om voor te bereiden als Nederland, kijken naar alternatieven. Misschien een nadenken over een, over een, een, een nieuwe gulden. Uh, ook jouw theorieën meenemen. Kijken naar het verleden. Maar wel het op een, op een manier doet die, die uiteindelijk voor het Nederlands volk beter is dan, uh, dan die unie waarin we nu zitten. Ja, ja goed. Het is een, een ingewikkelde vraag. Um, ik denk dat we daar dan net wel iets van mening verschillen. Ik denk toch dat het eruit stappen het, uh, of, of, het, of het ontmantelen ervan... En nog even los van of je er van tevoren in had moeten stappen op deze manier. Eh, dat, daar, wat ik zei, daar zijn wat, ook wel wat ontwerpfoutjes gemaakt. Maar nog even los ervan, maar als je kijkt naar hier en nu en het er weer uitstappen of het ontmantelen. Ik denk dat de voordelen daarvan veel kleiner zijn dan, uh, dan de nadelen. Ik denk dat de nadelen echt wel heel, uh, heel groot zijn. Ik denk niet dat je dat uiteindelijk wil. En ik ben met je eens hoor dat het ook zeg maar dit soort dingen zoals uh, het repareren is heel moeilijk. Want het is uh, ja. Politiek gewoon heel uh, een heel gevoelig onderwerp en ook nog niet door iedereen even goed begrepen. Um, als snel uh, inderdaad gaan daar ook de politieke, um, hoe noem je dat? De politieke uh, uh, overdrijvingen komen erbij um, Ja, dus dat is uh, dat zal het zal niet makkelijk zijn, maar ik denk dat het dus wel kan uiteindelijk. Wat ik altijd fascinerend vind, is dat je. Het is een paar keer ging het echt bijna mis met het financiële systeem. We hebben natuurlijk de Lehman-crash, waarbij bankiers zich, uh, zich ernstig zorgen maakten. Hun, hun partners thuis belden van: haal alsjeblieft geld uit de muur. Maar ook bij die eurocrisis ging het ook echt bijna mis. Als je naar de persoonlijke uh, memoires kijkt van, van mensen die toen uh, aan de top zaten. Um, ik vraag me af, als het, als het een keer wel echt misgaat. Um, dan heeft de AFM echt wel een, een, een reputatieprobleem. Want de AFM waarschuwt natuurlijk. Die dient consumenten te waarschuwen voor allerlei soorten tricks scams en scams. En noem maar op. En dat beleggingsfonds, tick hout, moet je niks doen. Of dat boete hier, boete daar. Maar als het een keer misgaat met, de, met, het, met, met het, het systeem. waar de AFM eigenlijk ook over dient te waken. dan hoe ga je dat ook ooit, ooit te boven komen? Als, als de euro morgen valt. Je hebt de AFM. Als, als de AFM de consumenten nooit echt gewaarschuwd over de... inherente fragiliteit van zo'n systeem. Hoe, uh, hoe ga je dat ooit uitleggen? Ja, dat is... Uh, goed, wat ik, ja, ik, ik, ik zit hier natuurlijk niet namens, uh, namens de AFM op dit moment. Um, nou, meer als, theorie, het als, 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 als theoretische discussie. Theoretiseren inderdaad, maar ja, kijk, ik denk dat de... Ik denk dat uh, de AFM daar natuurlijk niet als enige uh, verantwoordelijk is. En sterker nog, ook zeker niet in staat om uh, als eh, vanuit zijn eigen mandaat uh, dit soort veranderingen waar we het net over hadden door te voeren. Dat ligt best wel ver weg van, uh, van het AFM-mandaat. Um, dus dat, dan kijk je toch uiteindelijk veel meer naar een, een DB. Van, uh, de AFM zit, is meer gericht op de markt, hè? dus de handel, de effectenhandel. En DNB is meer gericht op: van, Nou, goed, Banken, als, dit, ja. eh, als, als het daar in de kluis ligt, dan moet het er ook echt liggen. Ja, ja, ja. Uh, en dat is dan, uh, dus het is veel nou, meer. DNB uh, het DNB heeft nog maar uit te daar... leggen eens. Ja. <laughs> nou ja, uh, en, en misschien om af te sluiten, dan hoe, uh, hoe zie jij uh, over tien jaar? Uh, het, uh, wat, wat, in wat voor uh, financieel systeem zitten we dan? Nou, ik hoop dus en ik denk ook wel uiteindelijk dat het daarheen gaat. Dat, je, dat we met een digitale euro, die uh, nou, bijna op een haast monetaristische wijze wordt, uh, wordt beheerd. Um, een systeem hebben waarbij we binnen Europa heel makkelijk kunnen betalen. En, uh, maar dat kunnen we al toch nu? Nou, in Nederland hebben we het sowieso al heel goed. Hè. Nederland is wat dat betreft uh, een voorbeeldland. Ja, maar je hebt nu uh, instant payments in Europa. Dus als ik het uh, aan een Duitse bank overmaak, dan is het ook in één keer zichtbaar. Ja, maar ik, ik, ik ben in heel veel, laten we zeggen, zeker op het moment dat je buiten het eurogebied bijvoorbeeld uh, betaling ook hebt, uh, dat, dat gaat nog vaak heel moeilijk. Um, jij, je noemde eerder ook al crypto. Wat dat betreft vind ik ook heel interessant dat je ziet dat bijvoorbeeld de Bank of International Settlement allemaal dingen doet. Uh, allemaal een soort volgens mij blockchain-achtige ja. uh, applicaties voor uh, eigenlijk grensovertrijdend betalingsverkeer. Um, maar ik kan me dus wel voorstellen dat, 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 dat in, 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 in zo'n zo situatie er inderdaad een, 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 nou, te zeggen een nieuwe... Um, ja, internationale betaalfaciliteiten gaan ontstaan, waarbij, uh, waarbij uh, ja, een, een, een geldhoeveelheid wordt beheerd um, van, meer vanuit de monetaristische wijze. Dus als men zegt, nou, een bepaalde hoeveelheid uh, uh, digitale euro bewijs van in omloop. En op het moment dat, uh, dat ik uh, denk dat de inflatie te, te hoog is, dan, uh, dan zet, ja. ik, er, zet ik de rem op de groei ervan. Uh, en, en dat kan op het moment. Met, Vroeger kon dat natuurlijk niet, want dan had je, uh, had je zeg maar geen digitale euro's die, uh, die je kon managen. Maar straks als centrale bank kan dat wel. Ja, want je hebt wel eens gezegd, als we veel grappiger. Eigenlijk gaan we dan uh, in zekere zin terug in de tijd, als we de, uh, niet per se negatief bedoelt hoor, maar dat, je, dat, we, dat we gaan dan naar een systeem waarbij er weer meer overheidsgeld, centrale bankgeld beschikbaar is voor de burger, waardoor de burger minder afhankelijk wordt van giraal en bankair geld. Eigenlijk een beetje jaren 70 Nederland, waarbij iedereen betaalde gewoon uh, met contant, alleen bedrijven, grote bedrijven onderling, Betaalde elkaar Giraal. Eh, Eigenlijk ga je dan naar zo'n situatie toe dat de banken, dus in die zin minder machtig worden en, en, en de overheid, met alle risico's van dien, die onze kijkers ook zeker zullen erkennen: eh, privacy, misbruik, maar dat de overheid uiteindelijk een belangrijkere rol gaat krijgen in het financiële systeem dan, dan nu, in, in jouw ideale wereld, begrijp ik. Ja, ik denk dat uh, de centrale bank daar een belangrijke rol Ja, maar dat is de overheid daar. toch? Nou ja, ze zijn wel onafhankelijk van de overheid, toch? Ja, maar de, 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 de centrale bank, bankier, de voorzitter, wordt toch uiteindelijk eh, verkozen? Nee, oké, okay, maar al die, al die zorgpunten die je net noemde over privacy, et cetera... Ja. die zijn, denk ik, goed belegd. Uh, want ze zijn op afstand van de politiek. Dus ik denk, dat, ik denk dat zij een grote rol gaan krijgen. En ik denk inderdaad dat banken um, ja, iets meer uh, aan mar, mar, marktwerking onderhevig uh, zullen worden. En uh, iets meer discipline marktdiscipline ja. en concurrentie zullen gaan ervaren, ja. Op, op, op meer markten sluit ik uh, <laughs> graag af. Uh, was. Bedankt voor je, ja. voor je tijd en je inzicht. Super graag om uh, dit te zijn. Ja, redelijk uh, specialistisch gesprek met jou uh, te mogen voeren. Ja, we, we kennen elkaar inmiddels uh, acht, acht jaar of zo. En, uh, leuk om een keer voor de camera te zitten in plaats van met nou. een biertje. Ja. Uh, en, uh, ja, hou me op de hoogte van, uh, van je promotieonderzoek. En uh, als Gaat het doen. klaar is, misschien nog een, een keer een vervolggesprek heb. En... Ga ik doen. Dankjewel.